Zo werden bij opgravingen in de Nijmeegse Waalsprong prehistorische menselijke voetsporen gevonden. Het gaat waarschijnlijk om afdrukken van een kind en een volwassene. De sporen stammen uit 2500 tot 1000 voor Christus. Een zeldzame vondst. We kennen uit Nijmegen al heel wat sporen van bewoning, van ook boerenbevolking. Van de periode 3000 voor Christus tot de komst van de Romeinen zelfs. Uit die periode hebben we nu voor het eerst echte voetsporen van de mens en ook van hun dieren. In de Waalsprong zijn nog niet eerder voetafdrukken uit de prehistorie aangetroffen. En ook in de rest van Nederland zijn ze zeldzaam. Maar ook archeologen in Arnhem konden hun geluk niet op. Al bij de eerste schep die ze in de grond stopten, stuitten ze op een eeuwenoude brouwershoven. Ik word hier wel heel erg enthousiast van. We hebben in het Musiskwartier in 2003-2004 17 ovens teruggevonden. Dus het is geen zeldzame vondst, maar het geeft wel een hele unieke kijk in een stukje ambacht en nijverheid in Arnhem in ongeveer 1500 en 1600. En met deze ovens erbij en waarschijnlijk de andere die we ook nog gaan vinden en de resultaten van het Musiskwartier, mogen we Arnhem toch wel de brouwershoofdstad, althans in archeologische context, van Nederland noemen. De oven is in elk geval dit weekend nog op de onderzoekslocatie zichtbaar.